maakt een ander deel immens los dan een filmpje. Je raakt het deel van de hersenen waar je ervaringen maakt. Dat betekent dus dat als je iets in VR meemaakt, je dat herinnert. En je neemt dat veel sneller in je op als kennisoverdracht. Dus educatie is een hele sterke applicatie. We moeten nu gewoon nog zien wat zijn de interessante cases. En dat is waar we natuurlijk in deze groep heel erg naar zijn gaan kijken. Voeg dit iets toe aan wat we nu al doen op het gebied van educatie. Kijk, mooi bruggetje naar de laatste drie van alle inzendingen. Daar gaan we. Het mooie aan deze categorie is dat iedereen, en dat merk je ook gelijk aan het applaus, iedereen snapt wat het is, hè? En dat het goed gedaan is. Dus van harte gefeliciteerd dat jullie bij de laatste drie zaten al. Echt mooie projecten, we hebben er echt veel tijd aan besteed. Maar er kan natuurlijk maar één, de winnaar zijn. En de winnaar is 3D Tripping, de Virtual Dutchman. Van harte. En ze filmen ook deze opkomst. Hey, gefeliciteerd. Hey jongens. Oké. Vertel even, hoe zijn jullie begonnen? En was het een ingewikkeld traject? Ja, ingewikkeld. Ja, ik denk dat ongeveer 2 jaar geleden hadden we het eerste idee dat we zeiden, hoe bereiken we nu jongeren die nog steeds, en dat gebeurt nog steeds veel te vaak, met alcohol of met drugs op achter het stuur stappen. En we zeiden van ja, eigenlijk is VR wel een hele mooie opkomende techniek om op een heel ingrijpende manier dat bij mensen tussen de oren te krijgen. Want zoals we al vaak tegen elkaar zeggen, we hebben nu over virtual reality, maar de keiharde realiteit is nog voor heel veel ouders, broers, zussen, familie en vrienden, dat het vaak dramatische gevolgen kan hebben. En we zijn ten eerste heel trots, ik ben heel blij nu dat we deze prijs hebben, maar ook heel blij voor de aandacht voor nog steeds deze problematiek. Ja. Hey, en we hebben natuurlijk gezien wat jullie gemaakt hebben, maar wij vroegen ons ook af, wat gebeurt er met die mensen die de ervaring hebben gehad en wat doen die daarmee? Ja, dat is een goede vraag. Wat we doen, is wel goed om te zeggen, deze staat ook niet in een app store of zo. Deze is ook echt alleen maar op locaties, dus Responsible Young Drivers, de verkeersveiligheidsorganisatie, gaat naar events, muziekfestivals, scholen toe om jongeren, want het is met name op jongeren gericht, 3D tripping te laten ervaren, en dan hebben ze ook altijd een gesprek. Dus dan hebben ze de ervaring gehad en dan gaan ze in gesprek met die jongen en vragen van goh, wat deed dit nou met je? En zou je het überhaupt ooit nog een keer overwegen om beschonken of met drugs op achter het stuur te gaan? En we zijn ontzettend trots op de resultaten, dat we ook kunnen zeggen dat het overgrote merendeel van de jongen heeft gezegd van ik pas mijn gedrag op een positieve manier aan en ik zal dit nooit meer doen, omdat de ervaring gewoon zo indrukwekkend is. Nou. Heel goed gedaan, jongens. Terechte winnaars. Dank jullie wel.